Oké, even heel eerlijk. Hoeveel uur per dag zit jij op je telefoon? Nou, volgens Siri, ik 3 uur en 44 minuten per dag gemiddeld. Ja, ik 3 uur 50. Oh, jeetje, wat veel, hè? Ja, en waarom zit jij er zo lang op? Nou, ik denk toch dat ik bang ben om dingen te missen. De fear of missing out noemen ze dat. Maar hoe kom je daar nou vanaf? Daar is die dan. Ja, en vroeger was het dus zo dat je misschien 1 keer per dag een krant had en daarin las je gewoon het nieuws. Maar ja, nou kun je op je telefoon de hele dag door het nieuws checken of kijken wat je vrienden aan het doen zijn. En het kan een bepaald gevoel triggeren en dat is niet zo leuk, toch Ellen? Nee, dat kan een onprettig gevoel zijn. Klopt. Ja, dan hebben we het een beetje over de fear of missing out. Daar doe jij onderzoek naar, hè? Klopt, ja. Fear of missing out, veelal FOMO genoemd, is eigenlijk ja, een soort continu aanwezige angst dat anderen op dit moment leukere ervaringen hebben dan die jij hebt. En omdat je op dit moment daar bang voor bent, wil je ook continu op de hoogte zijn wat anderen aan het doen zijn. Ja, en wat voor rol spelen sociale media daarbij, zoals Instagram of Facebook? Ja, goede vraag, want FOMO en sociale media worden vaak in één adem genoemd. En dat is voornamelijk omdat jongeren, maar ook jongvolwassenen, ja, continu met hun telefoon verweven zijn en kijken wat anderen aan het doen zijn, maar ook contact hebben met anderen via sociale media. Maar het is niet zo dat sociale media ook de veroorzaker zijn van FOMO. Ook voordat er sociale media waren, ja, waren mensen al bang dingen te missen of vreesden ze dat anderen het beter of leuker hadden. Alleen, ja, destijds kon je eigenlijk niet verder kijken dan het gras van de buren. En nu ja, kunnen we 24 uur per dag, 7 dagen per week continu zien wat anderen aan het doen zijn en waar jij dus niet bij aanwezig bent. En hoe werkt het dan? Want ik zie bijvoorbeeld op Facebook dat vrienden van mij op een festival zijn. Ja. Wat gebeurt er dan bij mij? Ja, nou, FOMO is eigenlijk al voordat je het ziet, ervaar je die onrust. Hè? Dus je denkt al van, nou, ik ben op dit moment iets aan het doen, maar misschien zijn mijn vrienden iets aan het doen wat nog beter en leuker is en dat wil je dus bekijken. Het feit dat jij ziet dat je vrienden iets aan het doen zijn waar jij niet bij aanwezig bent, dat kan veroorzaken dat je bang bent dat je, nou, je bent bijvoorbeeld niet uitgenodigd, een gevoel van sociale uitsluiting, of dat je zij momenten meemaken, grapjes, ervaringen, herinneringen maken waar jij niet bij bent. En dat voelt toch onprettig. Dat geeft een soort onrust. FOMO dus, of bang zijn om dingen te missen. En dat kan knap vervelend zijn, helemaal als jij maar niet weg te slaan bent achter je telefoonscherm. Maar wist je dat er mensen zijn die best wel blij zijn dat je aan dat scherm vastzit, of er zelfs hun geld mee verdienen? Zeg Jan-Willem, ouders die vertellen hun kinderen allemaal dat ze achter hun schermpjes weg moeten, dat ze veel te lang op hun telefoon en zo zitten en achter de computer. Maar jij bent daar wel blij mee, hè, dat mensen die telefoon zo aan zich vastgekleefd hebben? Ja, ik snap dat dat ook een heel groot sociaal issue is, dat die telefoon ook wel eens een keer aan de kant kan. Maar inderdaad, ik ben er heel erg blij mee, ja. Waarom? Nou ja, ik creëer een FOMO, zoals ze dat noemen. Hè. Ik ben werkzaam in de evenementenindustrie. En voor ons is het natuurlijk een ontzettend goed platform om mensen te bereiken. Dus ja. De social media platform. Want hoe doe je dat dan? Hoe gebruik je FOMO om te marketen? Nou ja, goed, wat wij voornamelijk doen is veel video editing, veel visuals, dus in stills, grafische vormgeving die toch mensen raakt, triggert of pakt om uiteindelijk toch een ticket te kopen voor een evenement. Sterker nog, zoals vandaag gaan wij gedurende het evenement al video edits en foto's online posten voor mensen die uiteindelijk niet hebben besloten om naar Hello Festival te gaan, dat die alsnog die FOMO gaan krijgen van, hey, maar waarom ben ik daar niet? Dat ze eigenlijk een beetje spijt krijgen dat ze niet zijn geweest. Juist. En als ze dan maandag zeg maar in de wandelgang het horen krijgen hoe fantastisch het was, dat ze dan nog meer spijt hebben, waardoor ze volgend jaar sowieso
nou ja, over de streep gaan om wel te komen. En zo bouwen we ieder jaar zeg maar een festival een tikkeltje groter. Want dat is natuurlijk jouw doel, want we zijn hier op een festivalterrein. Klopt. En jij wilt natuurlijk dat hier zoveel mogelijk mensen naartoe komen. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk... op voorhand van het festival gaan wij een gevoel creëren van ik moet hierbij zijn. Als ik hier niet bij ben geweest, dan heb ik echt gewoon aanstaande maandag niks om over mee te praten. Ja, dat eigenlijk. Ja, en dat is nou juist waar, ja, waar FOMO dan... waar het lastiger wordt voor mensen om dan die telefoon neer te leggen. Dat klopt. Ja. Ja. Maar dat vind jij helemaal niet erg? Nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Janine, ga je ook mee? Ja, ik was nog even Insta aan het checken. Ik heb 124 likes. We moeten echt wat doen aan die telefoonverslaving van jou. En gelukkig zijn we nu op een plek in Exloveen waar jouw telefoon echt niet welkom is. Wat mooi hoor. Ja, schitterend. Hallo. Hoi, goedemiddag. Leg deze even hier neer hoor. Hallo. Hi. Hi, Janine. Jirien. Hoi, Janine. Marcel. Hoi, Jelmer. Hallo. Hoi, Jirien. Welkom op de Maanhoeve. Ja, het ziet er hier prachtig uit. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, wat gaan we hier doen? Op de Maanhoeve kun je even stoppen. Even stoppen met het dagelijkse leven, met alles wat je normaal gesproken bezighoudt. Alles wat je aandacht vraagt in de buitenwereld. En hier mag je even de aandacht hebben voor je binnenwereld. Ja, want ik heb dus iets in mijn leven wat heel vaak mijn aandacht vraagt. Wat gaan we dan daarmee doen? Nou, kom maar hier. Oh, dan moet ik die van mij ook? Natuurlijk ook ja, geven, ja. Kijk eens, alsjeblieft. Ja. Die bewaar ik wel even. Dat was wel even moeilijk. Ja. Dus die zien we even niet meer terug. Ik ben heel benieuwd. Ja. Eens even kijken wat er allemaal binnen in jou gebeurt. In plaats van op dat telefoontje. Ja, precies. Dus hier slapen we vanavond. Dat ziet er leuk uit hier. Welk bed wil jij? Nou ja, meestal neem ik het bed het dichtst bij het stopcontact voor mijn telefoon, maar ja, dat hoeft nu niet. Dat hoeft nu niet, hè? Dus ik ga wel hier. Oké. Ja, jammer. Wat denk je er een beetje van? Ja, ik ben heel benieuwd, want zo lang zonder mijn telefoon, dat is al heel lang geleden. Wat zou je normaal dan nu doen? Ja, waarschijnlijk had ik nu zo gezeten, een beetje het nieuws kijken. Kijken of mensen nog appen, even een fotootje van de kamer waar we nu zijn. Ja, nu niet. Het geluid van de bel is een uitnodiging om je ogen te sluiten en je aandacht te richten op je ademhaling. Je zult merken als je je ogen sluit dat je nog allerlei gedachten kan hebben. En dat is prima. Wees je bewust van je gedachten. En ga dan weer met je aandacht naar je ademhaling. Die zacht naar binnen gaat door je neus. Langs je keel. Naar beneden afdaalt naar je buik. En dat je de aandacht blijft richten op jezelf, zonder daarbij iets te moeten of te hoeven, maar gewoon even te zijn. Je mag alles even loslaten en gewoon even zijn. Ik word hier best wel rustig van. Zijn jullie altijd zo relaxed? Wel veel, ja. En hoe bereik je dat?
Je bereikt dat door oefening. En een oefening is nooit fout of goed. En door te oefenen is het net als met sporten. Ga je steeds vaker ervaren hoe het is om vanuit een oefening van bewust zijn, je bewust te worden van dingen die je in een soort hogere versnelling kunnen zetten. En als je bewuster wordt van dat je gewoon ook maar een mens bent, die leeft, kloppend hart, ten adem en gedachten hebt, dan wordt het ook allemaal veel overzichtelijker natuurlijk. Dan dat je helemaal opgaat in een hele drukke gedachtenwereld die er de hele dag is. Ja, ik wil wel graag weten waarom die telefoon blijkbaar die hogere versnelling aanwakkert. Hebben jullie daar ideeën over? Ja, dat is een hele goede vraag. De telefoon is volgens mij in de huidige vorm nu zo'n 20 jaar in het leven van veel mensen gekomen. En via je telefoon worden allerlei prikkels gegeven om erop te kijken. Met een geluidje, met een trilling en ja, met allerlei leuke apps die heel interessant zijn om te volgen. Die complimentjes aan je geven, je even goed laten voelen. Oh ja, ik heb even contact met iemand of iemand zegt dus even wat. Hè. Het is heel laagdrempelig en leuk om eigenlijk te reageren op de prikkels van je telefoon. En het is, je zou kunnen zeggen, een deel van je leven aan het worden. Wat ik een beetje deed, is kijken naar een ander op dit pad, zeg maar. Dat doen veel mensen natuurlijk ook via sociale media. Je kijkt naar wat een ander doet. Ja, en heb je ook die fear of missing out. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, fear of missing out. Er is natuurlijk ook heel veel interessants te beleven in de buitenwereld. Wat zo mooi is, is dat je, ja, de meeste mensen op wat latere leeftijd, maar steeds meer jongeren ook, ontdekken dat er eigenlijk net zoveel te beleven is in de binnenwereld. Dus ja, hier op de Maanhoeven hebben we meer de fear of missing in. Dat we hetgene missen wat er in de binnenwereld allemaal te beleven is. Als we straks weer weg zijn, dan zit die telefoon weer in je broekzak. Ja. Hoe kun je er dan een beetje voor zorgen dat je dan toch niet weer in dat oude... Want die prikkels blijven dan weer binnenstromen. Hoe kun je dat een beetje voorkomen? Want iedereen verwacht ook wel een beetje van je dat je bereikbaar bent tegenwoordig. Ja, je zou dan kunnen afvragen. Wil ik steeds voldoen aan de verwachtingen van anderen? Als je dat aan het doen bent, dat leren we natuurlijk ook op school en op je werk. En dat er allemaal verwachtingen zijn die waargemaakt moeten worden. Dan luister je wel veel naar wat er vanaf buiten van jou gevraagd wordt. Hè? Dus je kunt daar wat meer grip op krijgen. Als je het verlangen hebt om eens een versnelling lager te gaan. Om je eens wat minder opgejaagd te voelen als je dat voelt. Ja, zelf zou toch mijn advies zijn, als jij je leven op die manier inricht, dat je dingen doet waar je nou, plezier uit haalt of die je belangrijk vindt, dan is het misschien ook minder belangrijk wat anderen aan het doen zijn. Hè? Want dan, ja, in het moment ervaar jij plezier. En als je je daar misschien bewust van bent en ja, je hanteert dan wat strategieën rondom dat sociale media gebruik, zodat je ook niet continu geprikkeld wordt door notificaties of wat je vrienden aan het doen zijn, dan kan je misschien jezelf ook nog wel trainen om wat minder last van FOMO te hebben. Ik ben zelf natuurlijk ook veel met mijn hoofd in de telefoon. Maar ik heb ook mijn momenten dat ik hem er goed weg kan leggen. Ja. Zoals bijvoorbeeld als je op een festival bent, als deze, ja, dan leg je je telefoon gewoon lekker aan de kant en dan ga je gewoon genieten van die mooie dag. Het is tijd voor het grote moment. We krijgen onze telefoon terug. Alsjeblieft. Dankjewel. Heb je hem gemist? Een beetje, maar ik vond het ook wel lekker chill, even zonder. Ja. Ja. Ga je hem ook gelijk weer gebruiken nu? Nee. Als
als je lukt. Ja. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of love.